Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die ik kennen, ik ben Sarah Vermoord. En ik vandaag with my sisters. Again. Yes. Dit is echt de meest aangevraagde video altijd. Een sushi bakbang met Isabelle en Bo. Dus jou voor jullie. En we hebben mega veel sushi. Voor de trouwe sushi bakbang kijkers weet ik het altijd bij Isle Sociaal. En ik heb deze keer ook een samenwerking met hun geregeld. Dus dat is echt vet leuk. Ik heb het van hun gekregen. Dus we hebben allemaal lekkere sushi. Vergeet hem zeker niet te volgen op Instagram. Het zal hier in beeld staan. Ja. Dit zit echt volgens mij door heel Nederland. Ze hebben echt super filialen. Ja, dat is echt. Dat het er ook En het is echt. Oh, het zo lang te net over een auto. Het is echt een van de lekkerste. Ja, zeker. Ik ben ook nog best wel goed betaalbaar. Ja, bijvoorbeeld als je allemaal naar werk café kijkt, ook super lekker. Ja. Dat is dan weer wel een stuk. En dit komt echt gewoon bijna in de buurt. Ja, dat inderdaad. En het is net allemaal vers gemaakt. Ja. Het was dus een beetje een probleempje, maar het is goed gekomen. Dus weet je, we gaan gewoon lekker beginnen. Ja. Hebben jullie zin in de video? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet niet mijn kanaal te abonneren en ons te volgen. Instagram. Ik denk dat ik heel grauw ben, maar altijd. Ja, ik ben zo wit. Maar boeien, ik zie mezelf. Jongen, ik kan niet wachten. Het is 3:15. 3 uur. Ah, ik heb 1 appel op. En dan ook nog 2 kaartjes op. Wow, dat is wel heel erg hoor. Nou, we gaan gewoon beginnen. Ja. We hebben hier dus een Valentijnsbox met lekker veel zalm, een geflambeerde zalm. Dat is en wel ook garnaal. Ja, garnaal. Ja, dat is... We hebben hier allemaal garnaal, kip, tonijn en avocado en crispy chicken en bootjes. Echt, Met mijn noedel heb je gewoon hebben ze 2 van die schaaltjes. Ja, of dit. Dan doen sommigen een mukbang en dan hebben ze 2 van die dingetjes op 1 in zo'n schaal. En bij ons gaat het hier helemaal. Dat is niet bij ons te sprake. Maar het is ook 3 uur, jongens, en het is onze lunch. Ja. Dus we mogen wel. Het wordt lunch, les, avondeten, denk ik bij mij, want ik moet werken. Dus. Oh ja, dat is top. Ik ga vanavond ook echt niet veel eten. Zie je die bootjes eigenlijk wel? Ja. Ja, joh. Ik mag beginnen? Ja. Ik ga beginnen met mijn favoriet, de geflambeerde zalm. Oh my god, en hij valt echt elkaar. Heel vers. Ja, het is echt letterlijk net 1 seconde geleden gemaakt. Nou. Wat is dit allemaal? 1 is kip en 1 is garnaal. Ja, dit is kip denk ik. Ja, dat ziet er kipperig uit. Kipperig. Heb je ooit al dat gegeten? Ja. Nog nooit. Dat is lekker. Frituur. Dat is echt goeie. Ja, dat is echt goeie. Oh, dat lijkt mij. Oké, vragen. De bom. Wie van jullie is het meest jaloers? Zo. En dan in relatie doen we eerst. Wie zou het meest jaloers in relatie zijn? Ik denk Isabel, maar... Maar ik ook denk op zich wel. Ja. Maar ook, ja, ik denk dan toch misschien eerder Isabel. Ja. Ja. We zijn niet echt jaloer, maar als je wel moet kiezen... Maar vooral het begin van jouw relatie. Ja, het begin van mijn relatie was ik jaloers. Ja. Maar daarna veel minder. Mhm. Maar toen kwam natuurlijk nog best wel niet moe. Mm-hmm. Maar ik zei ook altijd alles eigenlijk tegen jullie. Dat als ik iets meer vond, dan zei ik het ook gewoon gelijk. En... Zeker. Dus jullie weten sowieso dat, ja... Ik denk dat jij wel het groot drama van iets zou kunnen maken. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Als er zoiets zou zijn, want jij zou jaloers zijn, maar je zou er niet zo'n heel drama van maken. Iets wel heb ik wel, Ik ben dus ook wel jaloers, maar dan zou ik het ook niet tegen mijn vriend zeggen dat ik dan daar jaloers over ben. Ik denk, ik laat het gewoon gaan, want ik weet dan dat er eigenlijk niks aan de hand is, maar dan maak ik het gewoon varen, weet je wel. Ja. Zeg maar zo. Maar dan van binnen ben je wel gewoon jaloers. Ja. Ja. Maar... Of nou, ik zit zo te eten. Je moet er niet... Nee, niet dat is wel echt een of andere jaloers... Nee. Het is niet zo... Tegen mijn vriend zeg je mag niet daarheen of zo. Dat zou ik nooit doen. Nee, dat zou ze hebben altijd. Maar dat... Nee. Maar als ze misschien zeggen... Wie van ons heeft de meeste vriendjes gehad? Er is wel heel veel te meenemen. Vriendjes qua gewoon relatie? Dat is waar, nee. Ja. Bij dan Saar eigenlijk. Hoezo? Oh ja. Ja. Berlin. Ja. Ja. Oh ja, ik dan. En Andy. Ja. Ja. Jij hebt 2. Ja, 1. Ja. Wie is het minst geduldig van ons? Zo denk ik. Isabel denk ik. Ja? Oeh. Ik ben op zich best wel geduldig denk ik. Maar jij wel, als jij iets wil, dan wil je ook. Ja, dat wel. Maar is dat geduldig? Ja.
bedoel, een geduldig hun. Als er wat iets wil, dan kan hij bijvoorbeeld niet wachten inderdaad. Omdat nee, dan ben je heel ongeduldig. Ja. Maar jij bent ook, want stel je wil eten, dan moet je dat ook echt hebben. Ja. Drinken, dan moet jij drinken. Ja, 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 dat is wel waar. Dat, maar jij bent wel geduldig in, als iemand een verhaal zou vertellen aan jou, dan zou je wel geduldig luisteren. Ja, dat hoor ik wel. Ja. Nou, maar misschien dat jij mij denkt, dat ik best wel chaotisch ben en stressen heb van... Mm-hmm. Ja. Ja, het kan allebei wel. Ja. Ja. Mmm, dit is wel lekker knapperig. Hebben wij ooit wiet gedaan? Wiet? Ja. Dus wel gebloot. Ja. Ja. Maar wij zijn, we hebben het allemaal wel eens gedaan, maar we zijn allemaal niet echt fan ervan ofzo. Nou, ik ben ook nog nooit echt stoot geweest. Nee? Ik ben daar niet stoot van geworden. Nee, maar ik durf het ook. Ja. Ik was nog best wel jong en ik dacht, oh, drie huisjes, weet je wel. Ja. Dat is het enige, maar ik ben nooit stoot geweest. Ik weet niet, dat trekte mij echt niet. Maar. Ik ook, maar van, ik heb er niet zo veel. Nee, ik ook niet. Ik heb zoiets van, maar... Wat heeft nog niemand genomen? Die ga ik proeven. Ik ook. Nou, je hebt sommige mensen die echt bijvoorbeeld liever blowen als drinken. Mm-hmm. Maar dat kan ik echt niet begrijpen. Nee. Nee, ik ook niet. Sommige mensen blowen alleen maar de hele avond. Ah, no! Kut, dat is heel lekker. Ja? Het is een soort helemaal gemarineerd kip. Zo'n hele lekkere kip. Een soort tadayoki, die soortje saus. Ja, teriyaki. Ja. Ooit een relatie gehad waar je niet echt gelukkig was? Nee. Nee. Nee of ja? Nee. Zeg maar nee, gewoon niet gelukkig heel veel waar je niet echt gelukkig was. Of waar je dat niet hebt gehad. Ooit een relatie gehad waar je, dus je was in een relatie waar wel je niet gelukkig was. Ik was overal maar relatie gelukkig. Anders ja, ik sta er wel zeg maar wel achter. Ja. Niet. Mm-hmm. Ja. Mm. En als je ongelukkig werd, dan maakt het niet uit. Ja. Toch? Nou, op een gegeven moment ben ik misschien wel ongelukkig geweest. Mm. Maar toen is het inderdaad uitgegaan. Ja, inderdaad. Dus ja. Mm. Een dilemma. Nog een jaar langer corona of een maand in de gevangenis? Een maand in de gevangenis. Ja. Nog een jaar? Ja. Of een maand in de gevangenis. Ja, als ik nog geen stap had. Of geen als je inderdaad geen stap had krijgt? Niet. Nee, anders krijg je nooit meer een baan. Nee. Mm. Ja, dat is allemaal heel lekker. Dat is allemaal perfect. Zijn we gelukkig op dit moment? Ja. Ik ook. Ik wel. Ondanks het wel beter zou kunnen, maar op zich over het algemeen ben ik wel gelukkig. Ik niet helemaal. Nee. Ik voel me heel erg last van. Ja. Ik voel me heel vaak ongelukkig. Maar ja, komt wel weer zo. Iedereen heeft tijd. Ja. En ja. Zo is het ook met de. Ik ben ook gewoon nog zoekende met zo. Zo winter dit merk ik ook wel. Ja. Hier is het zo. Ja, lekker. Mmm. Zijn we ooit zo dronken geweest dat we niet meer thuis kwamen? Nee. Nee, heb ik dat ooit gehad? Dat is wel best wel. Dat we niet meer thuis. Nou ja. Dat ik zeg maar bijvoorbeeld jouw broer heeft wel eens gehad dat hij naar huis ging fietsen van Freddy. Zodat hij de berm is in. Dat hij gewoon in de berm is gevallen. Dat hij daar in slaap is gevallen. Ja. Dat heb ik nooit gehad. Nee. Ik weet altijd dat ik mijn bed in kom. Maar wel. Niet altijd hoe. Bijvoorbeeld waren we bij mij thuis. Was Simon, weet je nog wat, Simon kapot was. Ja. Ik kan echt niet meer. Ja, ja. En dan, zeg maar, waren wij er niet. Dan zeg maar, weet je, het is wel altijd één van ons die is dan nog wel een beetje goed. En die helpt nog gewoon een ander. Klopt. Nou, ik ben nooit ergens. Ik ben alleen nooit dat ik denk, ik val ergens neer, ik word niet meer wakker. Nee. Ik heb het nooit gehad. Nee. Ik ben af en toe wel een beetje bij. Nou, dat heb ik dus wel van het weekend gehad. Ja, drink mijn omkleden uit de jacuzzi en opeens was ik in slaap gevallen. Dus Nina ben ik alweer slaapt op mijn bed. Hm? Ik weet, en ik kan niet meer herinneren, ik had Stan ook helemaal niet geappt ofzo. Ik kan niet meer herinneren dat ik in slaap ben gevallen. Nou, maar was je heel erg moe? Ja, heel erg moe. Nou, echt niet normaal. Ik was wel heel moe voordat ik ging drinken. Dan kan dat gewoon gebeuren hoor. Ja. Ik dacht heel even liggen waarschijnlijk. Ja, en dan ja. Zo de hele avond weer gemist. Nee. Ja. Dat heb ik ook hoor, maar dan denk ik altijd heel veel ogen reed. Dan denk ik, nee. Ja. Weet je wel? Nou. Mm. Oh ja. Wat zou je doen als je vriend vreemd zou gaan? Terugpakken of gewoon dumpen? Dumpen. Terugpakken. Ja, vind ik wel eerder mezelf. Ja. En met hem terugpakken. Want nee. Daar
Dat laat je alleen maar zien hoe laag je bent. Zo'n ben ik niet, dus waarom zou ik dat dan doen? Nee, inderdaad, gewoon dumpen. En verder gaan we geen leven. Ja. Juist laten zien dat je beter af bent zonder hem dan. Ja. Nou, eigenlijk meer hoor. Je moet jezelf niet lager trekken tot zijn niveau. Nee. Ben je trots op jezelf hoe je nu in het leven staat en wat je doet? Nee. Ja, ik nee? Wel. Ik ben niet trots op jezelf. Nou, ik ben wel trots op Labella. Ja, ik wil het zeggen. Ik ben wel echt ik ben trots. Ook heel trots op mezelf. Maar niet hoe ik in het leven sta. Daar ben ik nee. Echt heel raar. Ik ben echt zo trots. Ja. Ik ben niet trots op mezelf hoe ik in het leven nee, sta. Nee, dat inderdaad nee. Heb ik nog wel wat te leren. Ja, ik mag echt wel wat positiever in het leven staan. Ja. Ik ben best wel negatief. En meer van mezelf houden. En meer van mezelf houden. Ja. Maar voor dat ik wel leren is. Ja. Maar qua wat ik doe, ben ik wel trots. Ik ook. Ik ben heel trots. Ik zet mijn school door, ook al gaat het vet, vet slecht. En het Labella gaat heel goed. Ja. Dus daar ben ik wel trots op. Het is dus niet dat wij alle drie elke dag alleen maar in ons bed liggen en niks doen. Nee, we zijn ook wel een ondernemend. Ondernemend, ja. Sorry hoor, ik heb een gelegenheid gepakt. Op welke leeftijd zou je willen trouwen, samenwonen, gekregen en kinderen krijgen? Op mijn 30ste. Nee, ik zou trouwen. Trouwen op mijn 25ste misschien. Ja. Of misschien wel eerder. Trouwen, wat moet dat dan? Nou, oké, okay, maar. Als jij op je 22e trouwt, dan hoef je, of je nou, toch al 10 jaar later kinderen krijgen. Of nou, ik zou dan nu nog een hele goede relatie hebben. Dus ik zou nu een vriend krijgen. Dan zou ik, maar als ik dan ben je paar... over 5 jaar ben je pas. Ja. Dan ben je pas 25. Dan zou het kunnen. Ja. Stel dat je met elkaar bent. Maar als zou ik nu pas over 3 jaar een relatie krijgen, dan ga ik. Ja, maar dat is wel. Ja. Maar stel inderdaad, ik zou. Dan pas op 25 een jaar later, dan zou ik het niet doen, maar zou nu gewoon doorgaan. Dan heb je op een gegeven moment 5, 6 jaar. Dat ja, vind ik dat zou normaal. Kunnen. Ja. Dan is het best wel lang. Dan zou ik ook wel samen wonen. Dan zou ik het ook wel willen. Sowieso eerst samen wonen. En dan ja, trouwen. Ik wil eerst samen wonen. Zo ga iemand trouwen, dan kan je niet samen wonen. Ja. Of, ik ben met iemand die niet wil trouwen. Maar dan ga je mee. Nee. Stel echt nee, want dat... Nee, want dan ben je ook niet met diegene, want dat wil je ook nou. Zeg maar, dat kan toch geen match zijn, als jij dat wel wil en hij niet. Of ik bedoel... Nee, dan ben je zo. Zeg maar, als mijn vriend... Stel ik heb een vriend, maar stel ik heb een vriend en daar ik de rest van mijn leven mee, maar hij wil geen kinderen, dan... Ja, nee, daar kan zou ik dan ga je uitmaken. Ja, want jij wilt wel, jij hebt wel kinderen. Want dus het moet wel een beetje in dat soort dingen. In ieder geval, het zou heel moeilijk zijn, maar op een gegeven moment zou ik wel echt denken van nee, ja, sorry. Ja, dat gaat niet. Of je moet... Dan barst nee, het, want je wilt toch samen kinderen of niet? Weet je, als hij het dan niet wil, dan heb je dus niet dezelfde levensdoel. Nee. Nee, inderdaad. Eens. Samenwonen, geen idee. Zo eerst met jullie nog gaan. Ja. En samenwonen en dan met je vriendinnen. Ik wil eerst met je vriendinnen samenwonen en daarna. Ja. En vanuit daar kijken hoe dik de mik is. Dan ja. En zeg ik dan? En kinderen, sowieso wel mijn eerste keer voor mijn 30ste, dat wil ik sowieso wel. Ja. Tussen 25 en 30ste. Ik zou wel kinderen willen, ja, voor mijn 28ste sowieso. Ja, misschien, ja. Nee, maar, weet ik niet, waar je toe kijkt. Nee, misschien ben ik zelf. Dat zou erg zijn. Ja, dat kan. Dat kan, ja. Waarom? Je kan overdenken, maar je weet nooit hoe je leven bent. Misschien word je wel op je druk en benieuwd met wie je bent. Ja, maar we hadden het wel over van we zeggen wel weer over een jaar gaan samenwonen, maar dat kan je al pas aankijken pas over een half jaar, want ik kan nu zeggen over een jaar ga ik samenwonen, maar je weet nooit hoeveel er gebeurt, snap je? Natuurlijk kan je er naartoe, of je kan zeggen, maar ik kan ook natuurlijk mijn vriend zeggen, hey, over 2 jaar gaan we nu samenwonen. Nee. Dus weet je weet nooit hoe het loopt. Nee. Dus dat soort dingen kan je niet echt bepalen, zeg maar. Maar stel, ik heb bezig met een baan in het buitenland of weet ik veel. Ja. Ja, of je gaat een soort school naar het buitenland of stage, zeg maar wat of zo. Mag ik deze? Ja, tuurlijk. Neem het. Neem ruim. Het is wel echt bizar. Heel lekker. Gaan we stiekem na 9 naar buiten met de avondklok blijven we echt binnen? Nou, ik blijf wel echt binnen. Ik ook. Okay. Ik heb alleen pas, maar dan bij vrienden. Ja, of naar werk. Dan zijn we best na 9. Maar dan heb je. Maar dat is niet stiekem.
was als ik wel met mijn oma, toen ging ik onder mijn zonnebank. Maar toen was het 5:09, dat was vergeten. Ja, maar toen, ja, dat is letterlijk paar, de straat. Nee, dat je daarom aan het zien. Ja, daarom, dat is geen probleem. Maar nu, niet, ik heb best wel veel haat onder mijn vlog. Van, oh, je bent met mensen en dit is echt de reden waarom jullie... Waarom corona is. Ik snap het ook wel door mensen. Ik snap het ook wel, mensen zijn denk ik kan wel stiekem doen, maar... Iemand reageert ook van elke keer, we waren ook maar met z'n vier of zo. Ja. Dat is helemaal haten. Ja, maar je mag in principe ook maar... Eén iemand uitnodigen. Ja, maar ja, kom op. Je gaat toch niet je hele... Nee, dat doet niemand. Jij vlogt toch ook gewoon? Oh, ja, dit weekend was met Esmee, Nina en Anne. Dat ik ook gewoon gevlogd in de sfeer waren. Maar ze zouden er ook gewoon blijven slapen en zo. Ja, ja, maar ja, je kan wel doen alsof je het niet doet. Maar je, ja, dat zei iemand dus ook. Ze zei dus ook, dus dat moet ik eigenlijk doen. Alsof ik het niet doe. Want iemand zei, film het dan gewoon niet. Toen dacht ik van, oh, dus moet ik eigenlijk gewoon stiekem gaan doen. Dat is toch juist helemaal raar. Ja, maar wie ben. Sommige mensen zijn het mee eens, sommige niet. Ik, ja. Maar ze vind je toch een heel ander punt. Ja, dat maakt altijd ook niet. Ja, maar als je het niet leuk vindt, dan kijk je toch niet. En, maar inderdaad, wat zou ik zeggen, altijd mensen die je niet leuk vinden, je niet mooi vinden, je raar vinden, eten. Het is altijd wel iets niet, mensen... Niet met je eens zijn, ja. Met nee, ook niet mee eens dat sommige mensen bijvoorbeeld dit of dat doen, ja. Ja, dat blijft altijd wel zo. Ik ben van, als je gewoon met mensen bent uit je buurt en je doet een lekker drankje en niemand heeft ergens last van, vind ik dat je gewoon bij elkaar met een klein groepje kan zitten. Ja, dat doen heel veel mensen. Ja. Vooral hier in de dorpen. Je ziet elkaar, als één iemand in het dorp heeft, hier kan iedereen het hebben. Ik ga pas kijken. Hier zijn echt in de hele gemeente echt maar 4 besmettingen of zo. De gemeente die we kopen, ja. Bij ons heeft iedereen het al gehad. Klopt. Ja, dus dat is chill eigenlijk. Mm-hmm. Maar ik kan het nog keer krijgen, hè? Ja. Ook maar waar hoor je dat nou? Echt bijna nooit. De rondblijvende vraag. Does size matter? Zeg maar van je piemel. Oh, wat doe jij dan? Nou, je lichaam. Dat is ook. Ja, ik wist dat ik dit niet ging begrijpen. Nee, ja, was voor mij niet uitgelegd. Ja. Ik dacht, nee, we gaan nu een hele domme hand. Dus maakt uit hoe groot iemand zijn piemel is. Zeg maar, ja. Nou, dat maakt niet uit als je gewoon normaal, maar ze heeft echt micropenis. Ja. Ja. Zou je echt inderdaad een micropenis? Ja, maar dat was hier dan wel. Nou, ik bedoel, ja, dat maakt wel uit, maar als je een kleinere piemel hebt dan een ander of zo, ja, als je ermee kan neuken. Sommige dingen hebben hele grote, dan weet ik ook niet wat ze ermee moeten doen. Nee, daar kan ik dus denk ik wel. Ja. Maar hij weet niet wat het over hem hebben. Nee. Dit vraagt een meisje volgens mij, dus... Zo. Ja, het vraagt een meisje. Ja. Misschien wel. Ik wil vragen. Ja. Nee. Goed luisteren, wat kies je? Jij met de beste vriend van je beste vriendin naar bed moet of andersom? Dus stel op dat ik met Maxime naar bed ga of dat jij met Stan naar bed gaat. Dan moet ik kiezen of voor jou andersom, stel dat ik met Maxime. Nou, dan kan je toch niet tussen kiezen? Nee. Wat zou je zeggen? Dat jouw vriendin met je vriend naar bed gaat? Jij met de vriend van je vriendin naar bed gaat. Dat is allebei even erg. Ja. Maar als je echt moet kiezen, stel je moet echt kiezen, dan zou ik denken dat jij met Stan. Ja. Want dan denk ik, oké, ik weet dat het niks betekent, dat het moet en ik hoef het zelf niet te doen. Ja, ja. Dat zou ik ook zeggen. Ja. Ik zou zeggen dat dan samen met mij kunnen met mij. Ja. Ja. Omdat je weet dat er toch niks tussen is. Nee. En als je het niet zelf doet, dan voel je echt verhalen. Ja. Maar ja, jouw vriend dan ook. Ja. Ook leuk dat wij dat even bepalen voor hun. Ja. Ze willen dat wel niet. Oh, nou, ja, jij zit zo vaak op die muppets op die telefoon. Dat is echt leuk. Ja, ik zag het woord genoemd. En we hadden zelf de vraag, maar het zei natuurlijk weer niet hard. Dan hadden ze haar echt om me heen kijken. Nee, maar mijn moeder even in de groep hebben, maar ze nooit een app. Dus ik was bang dat ze iets wel. Maar dat was niks. Oké. Wie maakte je voor het laatst aan het huilen en waarom? Wie ik aan het huilen maak. Nee. Wie ons aan het huilen maakt. Oh ja, dat ga ik echt niet zeggen. Een jongen is. Oh ja, weet al. Ja, tuurlijk. Omdat hij... Of wil je dat ook niet zeggen? Een jongen had me aan het huilen gemaakt. Maar ja, komt omdat ik ook heel gevoelig ben. Dus als iemand tegen me zegt, ik vind je kut, dan moet ik huilen. Ja.
Nee, je zit niet lekker in je vel. Ja, ik zit ook niet lekker in mijn vel, dat is ook zo. Maar ik zit even te denken wie mij... waar ik huil heel vaak, want ik ben een Jan-baby. Nou, heel vaak. Dat hebben ze allemaal, hoor. Hebben ze echt allemaal Jan-baby. Ja. Gewoon als één ding. Ja, dat is wel jammer. Ja, om echt onscheiden. Ja, of als mijn moeder al tegen me schreeuwt. Ja. Of ik voel ik al mijn boekkamer in mijn boekkamer zit erop. Ja, ga ik ook huilen. Wat raar eigenlijk. Ja. Net in die tas. Maar het zijn momenten. Soms denk ik, ja, moet je toch in je schijf? Ja, en soms denk ik, ik alles iemand tegen maar iets te zeggen. Ja. En ja. Ik denk echt te janken. Ik nou, waarvoor ik zeg wie mij voor het laatst vraagt? Ik denk gewoon mezelf dan. Ja, mezelf. Ik zou niet weten wie me aan het huilen heeft gemaakt. Nee. Dat ik mezelf helemaal gek zit te praten. Ik was vorige week ongesteld, dus dan moet ik echt om alles janken. Ja, dat heb ik dus ook in die week. Zij nog steeds van plan om samen te gaan wonen. Ja. Ja, ja, we hadden het ook zeiden dus. Ja. We hebben het plan, maar ik kan het nooit 100% zeker zeggen. Maar nee, maar ik wil het wel echt gewoon. Ja, stel, het loopt gewoon zoals het nu gewoon het leven is. Nou, dan gebeurt het. Nou. Ja, maar ja, je weet inderdaad nooit hoe het loopt. Maar het is wel het plan. Helemaal leuk. Mm-hmm. Zussenhuis. Mm. Dat wordt echt een zussenhuis. Ja. Ja, helemaal. Wordt echt de zussenhuis gewoon. Hoe vaak hebben wij seks? Nou, niet zo vaak. Nee. Nee. Nou, nou ik heb gewoon normaal in een relatie. Ik heb dus dan... Wat zeg jij? Ja. Oh ja. Oh, die gaat ook altijd op mijn ding, zegt die zaterdag feestje in zo'n sticker. Vraagt hij ook altijd. Oh ja, hij heeft altijd hij heeft wel een hondje van feest uitgenodigd. Ja. Ben je verliefd? Oh. Goed, maar mij ook. Ben je verliefd? Hij kijkt het sowieso nu. Ja. Maar hij weet dat ik verliefd ben. Iemand zegt eindelijk, ik kijk die andere zo vaak per week. Ach. Die andere mukbangs. Mm. Ah. Dat is echt een afknapper. Moet je vriendje een goede kledingstijl hebben? Ja, sowieso. Ja, het moet wel gewoon leuk uitzien. Een goede kledingstijl. Want die met een halve hipster, dat doet voor mij ook niet hoor. Maar gewoon leuk. Maar gewoon lekker een broek en een shirt. Ja, maar gewoon dat je er leuk uitziet. Ja. Ik vind dat echt heel belangrijk. Stel jij hebt als mijn man niet verzorger uitziet of niet zich leuk aankleedt. Niet, wat ik niet leuk vind, nou dat vind ik echt niet leuk. Oh ja, dat geeft er niet zoveel. Nee? Dus als jij uit eten gaat en hij doet gewoon juice bokalen boeitje. Nee, een joker. Nee, maar gewoon netjes. Maar ik hoef niet als hij een shirt aantrekt die ik lelijk vind, dan denk ik ja prima. Nee, oké, maar wel gewoon, je doet gewoon in kledingstijl. Dus ja, ik zou gewoon echt van die barre kleding altijd aan. Ja. Nee, maar gewoon leuk. Gewoon normaal. Gewoon. Ja, je valt gewoon op iemand hoe hij er een beetje uitziet. Dan gaat niet iets lelijks aantrekken. Maar vinden jullie van een levensverschil in relatie bijvoorbeeld 16 en 24 jaar? Dat is... Zo, dat is wel veel hoor. 8 jaar. Dat vind ik wel veel. Nou, weet je wat het is? Ik heb 6 jaar met mijn vriend. Ja, maar weet je wat het is? Maar op een gegeven moment, bijvoorbeeld als je 16 bent, dan is het heel anders dan dat je 18 of 20 bent. Zo, je bent 20 en 28. Of je bent 16 en 24. Ja, dat is... Dan zie je zo'n ander levensfase. Zeg maar, als je 16 bent, ben je zo'n ander fase. Dat je op de middelbare school en zo. Ja, dat is zo anders. Maar ik op zich, als je verliefd bent op elkaar, ja, wie ben ik om dit boeit me eigenlijk veel. Ik schreef, jij schreef ook 6 jaar, ik schreef ook deel 5 jaar. Ja. Ja, maar ja, ik merk dat op een gegeven moment wel een beetje. Dus op een gegeven moment merk je dat. Maar ja. Maar ik merk het ook, nou ik merk het niet, maar ik weet, ik, zeg maar, hij heeft wel gewoon meer leven. Meer leven dan mij. Ja. Maar ik ben ook weer dan weer iets ouder in, zeg maar, wat normaal misschien 18 jaar zou zijn. Mm-hmm. Dus dan komt het ook weer een beetje over. Ja, want jij bent niet echt 18 of zo. Nee. Hij valt niet op een andere 18 jaar. Nee. En we hebben ook van tevoren hiervoor gekozen in onze relatie, dus ja. Binnen de lucht. Ja, daarom. Hoe weet jij maar niet? Nee. Ze zit al die bak... Hoeveel heb jij erop? 4? Nee. Er staat maar 1. Ja, gewoon in mijn bakje gedaan. Ja, ik eet het los. Daar zitten 3 sliertjes in. Zo hé. Dit is voor 1 sushi zat. Oh, wie zou iets dronken, wie zou als eerst dronken in de sloot springen? Ik. Ik denk ja, waar. Ik ook wel. Ja, dus het is gewoon rommel, dat ik gewoon een sloot kan, dat boeit mij niet. Ja, maar wie zou dat als eerst doen? Ja. Ik sowieso. Dan kom ik er achteraan. Ja. Nou? Tot laat. Nou? Oh, ben je zo? Oh, nee! Ik was heel koud, straks kom ik onderkoeld. Dat sowieso. Ja. Straks raak ik mijn voeten de bodem. Ja, dat kan ik. Oh, nee, dat kan ik niet. Als ik dronken
ben, dan denk ik er echt niet aan hoor. Nee. Hoi, slootje. Hey. Maar bijvoorbeeld in de zee zwemmen en zo. Ja, zee zwemmen. Ja! Dat was echt mooi. Dat was maar zo mooi? Dat, nee, maar zie, daar ben ik ook dronken. Dat boeit me echt niet. Nee, maar een sloot is altijd wel een pool, hè? Ja, een sloot is kut. Ja. Weet je ouders dat je ontmaagd bent en wat was hun reactie? Nou, ik heb nooit verteld van, nou nee, ik ben wel niet. Nee. Maar dat weet je op een gegeven moment, als je gewoon een vriend hebt, dan zijn ze, weet je wel, één, is twee. Ja, tuurlijk. Dus een reactie, ik heb nooit echt over gehad, jij? Nee, ik wil ook zijn. Ja, ego en zo. Ja, dat zei ik toen ook van, ik kreeg het met mij, want dat had ik je voor het kast even gehad. Toen zei ik, zijn moeder van misschien nog allemaal aan de pil te gaan beginnen. En ze zei, ja, misschien wel handig met jou. Met zes, nou, heb je het wel gedaan? Ja, het is wel al gebeurd. Oh, met je moeder? Ja. Ja. Maar dat is gewoon al gebeurd. Ja. Ja, tuurlijk. En dat is mooi hoor, als dat een iedereen dat weet. Nee. Nee, ja, ik vind echt ook hoor, je ouders hoeft toch niet alles te weten. Ja, ik weet ook verschrikkelijk zat dingen van hun niet. Dus nee, ja, hoef ik ook niet te weten. Heb jij dan een beetje saus? Ik ook. Ik heb twee bakjes gemaakt. Ik niet. Jij nog? Ja, maar ik dacht, moet ik bij hem hier inschrijven voor één sushi. Ja, dat is mijn laatste. Ja. We hebben nog een leuke eindvraag. Mm. Ik neem er nog één hoor. Ik hoef eigenlijk echt niet, maar het is zo lekker. Ja, ja, ik heb er zo nog wel in. Nu zit ik in het zoet als van een toetje. Oh, ik heb zin in een lava brow. Ik heb dit in een brownie. Oh. Zo. Dat echt zomaar bijna. Nou, en dan een leuke eindvraag. Wie komt altijd met de leukste ideeën? Ik. Ja. Vind ik ja, wel leuk. Boven altijd van die rare aparte ideeën waar je nooit op zou komen. Nee. Ja, nou ja, gewoon opeens dat je zei, kom, we gaan baardjes zwemmen. Oh ja. Gewoon, ik zou daar nooit in komen. En zij komt daar weer mee. Gewoon, ja, of gewoon zeg maar, als we gewoon iets gaan doen, het zeg maar leuk maken. Ja. Een borrelplankje. En ja, dat soort dingen. Nou, jij bent gewoon extra. Ja. Wat is extra? Over de top. Die is wel hoezo? Jij bent altijd zo van, ja best. Van altijd zo. Ja, ik weet het niet. Ik vind het wel weer, is wel iemand die zegt, kom we gaan naar het bos en dan gaan we dit doen, dan gaan we dat en dan gaan we... Dat vind ik jou niet. Nee. Jij bent gewoon, ja, we gaan dit doen. Ja. Jij wat merkt andere mensen. Ja. Ben ik dat? Ja. Kort uit de boom. Ja. Maar jij, want jij denkt, oh, vinden ze het niet raar als ik vraag van, zullen we wat doen of zo? Ja, ik denk te veel na over dingen. Ja. Gewoon doen, niks nadenken. En als ik, oh, ik vind mezelf echt stom. Nou. Ja, ik wil het niet. Ik kan het best doen. Oh, zo ben je al. Ja, je moet gewoon dat houden van wie je bent. Boeien. Zo ben je toch gewoon? Ja. Maar ben daar zijn wij toch? Ik klink echt saai, want ik ga slaan de sloot in spelen. Nou. Nou, het is of saai of jij verstandig. Dan denk je weer na over... Nee, nu denk jij na over wat hun ja, zouden denken. Denk jij na? Denk je over, nee, die, over die sloot? Ik was het ook lang vergeten. Je moet nu even van kappen met het over nadenken. Niks aan de hand. Geef je een lolly of zo? Of een ijsje? Ik heb echt zin in een waterijsje. Het is echt super koud. Waterijsje. Het is wel met een peer. Het is heel vies peer. Waar heb ik echt zin in? Ik heb niet echt zin in een taart misschien, ik heb echt zin in een toetje. Maar iets kremmerigs. Ja. Maar even waterig. Ja, gewoon een vla, gewoon lekker ja, vla of vla. Of ja, met chocolade. Of met vla vlees met die rode. Oh, heerlijk. Ik ben namelijk met je ding. Ik ben zo typisch van Paul. Boy, je hebt deze niet geproefd. Nee, klopt. Het is lekker hoor. Ja, ja, daar ga je het zien. Het is gewoon... Kip zit erin en schoffertiert. Echt heel lekker. Ja. Hoe vaak is dat klein stukje? Nou, van die buitenkant. Wat is het saus? Zo. Er zit echt zo'n beschijnt van saus. Oh, dan moet je echt uitmerken hoor. Nee joh. Ik heb helemaal veel. En? Mm. Lekker toch? Jawel. Of niet echt heel lekker omdat je te veel hebt gegeten misschien. Nou. Een beetje teriyaki saus ook. Wat ben ik een beetje naar McDonald's? Nee, dat is gefrituurd ja, denk ik. Ja, ik heb echt mijn hout. Ja. Ja, oké, ik zou het wel doen. Voor oliebol frituur. Ja. 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 Dat echt, hè? Mag deze? Ja. Altijd zitten we gewoon elkaar borden snijden. Ja. Lekker stukje gemmer. Die overgebleven is. Jij hebt geen gemmer? Nee, ik vroeg hem later. Ik ook. Nee, deze maar wel.
En dan gaat iemand weg. Ja. En dan gaat iemand. Oké, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Wij hebben zeker echt genoten. Vol, dat zit ik zeker. Maar het is allemaal waar. Ik hou ervan. Ik heb er echt veel zin in. Dus vergeet zeker niet de video een duimpje omhoog te geven. Op mijn kanaal te abonneren. En natuurlijk onze volgende Instagram. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei. Doei.